allemaal. Het is vandaag vrijdag 1 mei. En het is nog best wel vroeg. Althans, voor mijn doen. Ik ben eigenlijk de afgelopen 7 weken denk ik nog nooit zo vroeg opgestaan. Nou, jawel. Want soms heb ik les. Maar het is nu 9:15. En ik heb al gedoucht en zo. Ik heb dan nog gepoetst. En ik ga nu eventjes mijn make-up doen. En ik had toch niets te doen. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker mee. En ja. En ik ga nu eventjes mijn make-up doen. Er liggen hier allemaal pakketjes trouwens. Maar ik wil daar een aparte shoplog van gaan maken. Als extra video. Dus ja, ik moet nog eventjes wachten op een paar andere pakketjes. Vandaag komt dus de car mukbang van mijn vader, Milan en mij online. En ik heb er zoveel zin in. Ik ben zo benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind de video echt oprecht heel erg leuk geworden. En ik vond het ook heel erg leuk om met mijn vader en dat met Milan op te nemen. Dus de eerste keer dat Milan en mijn vader eigenlijk echt in een aparte video komen. En ik kreeg ook heel erg veel de vraag, zeg maar, want jullie konden via Insta vragen stellen. En die vragen gingen we dan tijdens de mukbang beantwoorden. En ik kreeg ook wel eens vaak de vraag van, waarom willen je vader en Milan niet in een video? Ik vond het alleen een hele leuke vraag voor de mukbang, dus die heb ik daar niet beantwoord. Maar ja, ze houden gewoon niet zo erg van die aandacht, denk ik, of zo. Zij hoeven niet per se in iedere video voorbij te komen. En zoals nu vonden ze een keertje wel leuk. Maar het is niet dat ze nu iedere week met mij een aparte video willen opnemen. Mijn wenkbrauw ga ik denk niks doen. Alleen een beetje wenkbrauwgel. Want die vind ik nog wel prima zitten van het verf een paar dagen geleden. Ik ga trouwens vanavond ook eventjes denk ik nog een keer zelf bruinen. En dan ietsjes langer in laten trekken. En ook eventjes lekker mijn haar wassen en zo. Want ik ga dus zondag foto's maken met Rosa. Dus als ik dat dan vanavond doe, dan zit het allemaal perfect zondag. En maandag is nieuwjaar. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Echt, ik word helemaal lijf van deze concealer. Deze, ook al maak ik hem schoon, de volgende dag is hij gewoon weer vies. En ik weet echt niet hoe, want ik doe echt mijn best om hem schoon te houden. Dat ik heel eventjes intrekken. En dan ga ik ondertussen alvast mijn wimpers doen. En ik heb dus iets nieuws ontdekt. Kijk, ik was dus een beetje gewoon make-up dingen aan het opruimen en zo. En toen kwam ik dus opeens van Smashbox deze Photo Finish Lash Primer tegen. Dit ding, die heb ik toen een keertje gekregen in een perspakketje. En dat is dus een witte mascara die je dus als ja, primer onder je eigen mascara doet. En ik gebruikte dit eigenlijk nooit. Totdat ik van iemand een make-up tutorial zat kijken of een make-up routine. En die gebruikte dit. En toen dacht ik, hé, dat heb ik toch ook in mijn la liggen. Laat ik het ook eens gebruiken. En ik vind het op zich best wel chill. Nou, ik kan er niet echt over oordelen. Het is pas de tweede keer dat ik het ga gebruiken. Maar gisteren vond ik het best wel chill werken. Dus ik ga het nu weer proberen. Dus dan moet je eerst eens die lash primer aanbrengen. En dan daar overheen moet je je eigen gewone mascara. Ik heb dus ook een mascara van Smashbox liggen. Maar ik vind die niet zo heel fijn. Dus ik gebruik gewoon mijn eigen mascara. En dat is de een Maybelline Rocket Volume Express mascara. Die vind ik echt heel erg fijn. Die gebruik ik echt al sinds de brugklas. En dan moet je er dus overheen met je eigen mascara. Zo. Dus ik ga nu eventjes mascara boven mijn ogen weghalen. Want ik heb een beetje geknoeid. En dan ga ik eventjes beneden wat ontbijten maken om mee te nemen. Want ja, anders ga ik het niet vol overleg. En eventjes body uitlaten. Aangekomen na 2 uur rijden. Mildy is nu naar binnen aan het lopen om zijn dingen te regelen. En ik hoop echt dat we op de terugweg ergens langs rijden waar je dus een doekje drive-in hebt. Ik vind het een beetje ongemakkelijk om hier uitgebreid te gaan filmen, ook al zie ik hier niemand. Maar ik weet maar nooit. Maar ik hoop dus dat er ergens onderweg een doekje drive-in is. En oh my god. We hebben onderweg even lekker wat te eten gehad. Even kijken. We hebben allebei kiplekkers. Oh, we hebben eigenlijk allebei hetzelfde trouwens. Hier, dit is voor jou. En allebei een cheeseburger. Wil je hem ook wel gelijk? Hier. Voel dat je aan nu lekker op eten, hè?
We zijn weer thuis. Het is nu, laat is het, 4 uur of zo. En er was dus een pakketje bezorgd terwijl we weg waren. Alleen ik heb echt oprecht geen idee wat het is. Het is van Social Friends. Daar heb ik wel eens een samenwerking mee. Maar nu niet. Dus ik weet niet wat het is. It's our birthday. Op 1 mei vieren wij onze tweede verjaardag en wie jarig is getrakteerd. Omdat we zo blij zijn met jou, hebben wij een speciaal verjaardagspakketje voor jou gemaakt. Heel veel plezier, van tot snel. Aha, ze bestaan dus vandaag 2 jaar. Super schattig ingepakt, kijk. Kijken wat er allemaal in zit. Oh, wat lekker. Dit is van Knijp. En dit zijn van die geurstokjes. Deze. Vies ruik hoor. Ja, allemaal confetti, zou mijn vader leuk vinden. Ho, ho, ho. Ik wist niet eens dat Knijp dit had. Ik dacht alleen dat ze douchepullen en zo hadden. Oké, deze gaat heel snel terug met al die confetti. Oeh, hier een lekker. Die ga ik straks in mijn kamer neerzetten. Maar het zijn dus van die geurstokjes. Dat zit erin. Er zit er nog meer in. Kijk, er zit als eerst Batavialand. Vrijkaart Batavialand. 2 vrijkaart voor Batavialand. Wat is dat? 2 phones liggen. Dus ik kan niet opzoeken wat het is. Maar er zitten 2 vrijkaarten in. Het magazine van Chantal zit erin. Even kijken. Social Friends. Social Media Tips and Tricks. Oké. Een boekje met dus allemaal tip en tricks voor social media. Er staat Instagram, TikTok, van alles. Oh, en YouTube. Ik denk dat ik zo meteen eventjes die zelfbruiner die ik laatst had gedaan, eventjes nog een keertje ga doen. Want ik had het dus maar een half uurtje, anderhalf uur zo in laten trekken. En ja, je ziet er nu eigenlijk niks van. Dus ik ga het erop doen. En dan iets op een andere manier. Want ik had een paar tips gekregen van jullie. Dus dankjewel. Dus dat ga ik nu proberen. Om iets minder om mijn gezicht te doen. En wat langer te laten intrekken. Je kan dus maximaal 6 uur laten zitten. Dus ik denk dat ik het nu dan wat langer ga laten doen. Dan ga ik vanavond ook lekker mijn haar wassen met zilver shampoo en zo. Maar goed. Goed verhaal. Ik ga dit eventjes opruimen. En ik ga zo meteen eventjes opzoeken wat Batavialand is. Zou dat gewoon Batavia stad zijn, bedoelen ze? Ik weet het niet. Ik ga het zo meteen opzoeken. We waren eventjes naar de Ici Paris gereden, omdat ik heel erg graag de Soleil Thème de Chanel wilde kopen. Want die had ik in Rosa haar video gezien en nu wil ik hem ook hebben. Maar daar was hij dus niet meer op voorraad. Maar er is er nog eentje in heel Den Haag op voorraad in de stad. Zo. Dus eigenlijk wilde ik die gelijk ophalen, maar ze ging om 5 uur dicht. En het was 4:15. Dus ik ga hem morgen ophalen. Voor nu ga ik eventjes mijn gezicht schoonmaken, want ik ga mezelf zelfbruinen. En ik had dus van jullie een aantal tips gekregen dat ik toen mijn gezicht met een kwast moest doen. Dat het misschien zou helpen en dat ik ook niet zo heel erg veel op mijn gezicht hoef te doen. Dus dat ga ik maar doen. Ik ga wel nog steeds gewoon de licht tot medium gebruiken. Maar vorige keer heb ik natuurlijk een uurtje laten intrekken. Dus dat ga ik nu wel ietsjes langer doen. Maar ik ga het niet filmen. Want ik ga deze keer gewoon mijn broek en mijn trui uitdoen. En dat is een beetje gekker dan. Dus ja, jullie zien mij zo meteen. Met een heel bruin hoofd. Oh, en ik ga mijn sieraden afdoen. Dat zeiden mensen ook van, ja, je sieraden afdoen. Dus dat ga ik ook eventjes doen. Nou, ik ben weer lekker bruin. Waarom lijkt het op de camera altijd zo 10 keer zoveel erger? Maar vorige keer was het ook zo erg. En toen uiteindelijk zag je er helemaal niks van. Dus ik ga het nu 3 uur in laten trekken. En dan douchen en zo. Zo meteen. Of misschien laat ik het nog wel langer intrekken. Maar sowieso 3 uurtjes. Het lijkt hier heel lelijk. Maar ja, boeien. Ik heb het nu trouwens wel op mijn gezicht met de kwast gedaan. En op mijn lichaam met die spons vooral. Dus ik ga dit nu in laten trekken. Ja, oké. Ik heb dus weer iets gedaan. Ik heb namelijk weer mijn nagels eraf gehaald. Ik weet niet. Als er dan 1 klein dingetje zit waarvan ik denk van, oeh, daar kan ik aan trekken. Dan ga ik eraan trekken. En dan ja, is alles er dus af. Dus wat ik nu dus heb gedaan, is alleen een base coat en topcoat op mijn nagels gedaan. Wel van Jellock. Dus dat mijn nagels wel gewoon hard zijn en zo.
En dan ga ik er gewoon nu een normaal lakje overheen doen. Zodat ik niet... Ja, als ik de kleur niet leuk vind, kan ik het er gewoon afhalen. En is het niet zo slecht voor mijn nagels. Dat ik er heel de tijd aan ga lopen pielen. Dus ja, ik ga even een nagellakbak pakken. Die staat onder mijn bed. Die heb ik al heel lang niet gebruikt. Ik heb laatst ook heel veel weggedaan. Dus ik hoop dat er nog een leuk kleurtje in zit eigenlijk. Oh ja. Oh, dit is echt mijn favoriete kleur. Ja, deze ga ik sowieso doen. Dit kleurtje van Kiko in de kleur 010. Is echt mijn... Ja, deze ga ik sowieso doen. Oké. Okay. Keus gemaakt, die wordt het. En deze van Kiko vind ik ook wel heel erg mooi. 054, een beetje een licht roze. Die kan ik ook wel doen. Misschien iets meer basic. Want ik ga natuurlijk ook foto's maken met roze. Ja, oké. Okay, ik doe die wel. Of zal ik die rode doen? Oh, het is wel mooi. Nee, ik doe die rode. Ik schrijf. Oké. Okay. Mijn zelfbruiner moet nog 50 minuten. En dan zit het er 3 uurtjes op. Maar ik denk dat ik het wel ietsjes langer ga laten zitten eigenlijk. Denk ik wel, ja. Gewoon vanavond pas met douchen en zo eraf halen. Oké, okay, ik ga mijn nagels rood lakken. Het enige vervelende nu aan normale nagellak is natuurlijk dat je het best wel lang moet laten drogen. En dat geduld heb ik niet echt, maar goed, hè. Jan Sjoen doen. Nagels zijn gelakt. Het is niet het mooiste geworden wat er is. Maar ja, waarschijnlijk ga ik het er over 2 dagen toch weer afhalen. Ik ga het nu laten drogen. Want dat is dus de hele struggle met gewone nagellak. Dat je het dus moet laten drogen. Dus dat ga ik nu doen. En mijn zelfbruiner zit er bijna 3 uurtjes op. Dus mijn vader gaat zo meteen eerst douchen. Dus ik denk dat ik gewoon lekker naar hem ga douchen. En dan vind ik het wel gescheten met de zelfbruiner. Dus ja, ik ga nu eventjes lekker in bed liggen. En gewoon een filmpje verder kijken. Ik heb nog niet echt trek in de avond eten. Omdat Miu en ik natuurlijk best wel laat nog wat bij de McDonald's hadden gehaald. Maar mijn oma die kwam net gehaktballen brengen. Die had ze gemaakt. Dus ik denk dat ik zo meteen gewoon een gehaktbal ga eten. En verder niks. En dan morgen weer goed ga beginnen met mijn koolhydraatarme dinges. En ik ga zondag dus foto's maken met Rosa in de stad. Dus daar ga ik morgen ook eventjes outfitjes voor kijken wat ik aan wil trekken en op de foto wil zetten. Er zijn wel wat dingetjes die ik op de foto moet zetten. Dus daar wil ik sowieso een outfitje mee maken. Er zijn gewoon wat items die ik heel erg leuk vind waar ik heel graag een foto mee wil maken. Ik ga zo meteen ook dus lekker mijn haar wassen met zilver shampoo en lekker helemaal wassen. Oh my god, ik heb mijn hand. Dat ik op zich ook wel mee kunnen zelfbruinen. Maar dan ga ik dus lekker mijn haar wassen en zo. En morgen ga ik denk ik de rollers erin zetten. Dat ik echt zo'n mooie koep krijg. En ik wil eigenlijk zondag een get ready with me voor foto's maken opnemen voor jullie. En die dan volgende week of zo plaatsen of die week daarna. Zodat er weer een extra video is. Want ik heb gewoon zoveel zin en inspiratie om extra video's te maken. Dus ja. Trouwens een vraagje aan jullie. Vinden jullie de dagelijkse vlogs nog leuk? Zo ja, doe dan eventjes een duimpje omhoog. En als jullie liever willen dat ik weer ga weekvloggen, moet je dat natuurlijk ook zeggen. Ik vind allebei heel erg leuk. Maar jullie moeten het natuurlijk ook leuk vinden. Dus ja, ik weet niet of jullie dagelijks vlog heel erg leuk vinden. Of zeggen van nou, ga maar weer lekker weekvloggen gewoon. Dus ja, laat dat eventjes weten. Dus ja, ik ga mijn nagels laten drogen. Ik weet niet, maar door zelfbruiner lijkt het altijd alsof ik een zieke snor heb. Terwijl ik eergisteren nog mijn bovenlip heb gehorst. Dus dat zou een beetje gek zijn. Volgens mij heb ik gisteren dus helemaal de vlog niet meer afgesloten. Dus dat doe ik vandaag eventjes. Het is vandaag de volgende dag eigenlijk. Maar zoals jullie zien, of kunnen zien. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Is mijn zelfbruiner best wel goed gelukt. Ik vind het best wel oké. Okay. Ik heb het uiteindelijk 4 uurtjes in laten trekken. En toen gewoon eraf gedoucht. En ik vind het wel prima zo. Het had niet per se donkerder gehoeven of zo. Dus dat. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze dagelijks vlog. Weer, ik hoop dat jullie hem een beetje leuk vonden. Ik weet niet of hij lang is geworden eigenlijk. Ik heb gisteren natuurlijk niet heel erg veel gedaan. Maar alsnog bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei!